Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Huidig vicepremier en minister van Justitie Koen Geens zal voor CD&V geen deel meer uitmaken van de Vivaldi-coalitie. We praten zo meteen over die beslissing en over de verdeeldheid in zijn partij. De regeringsonderhandelingen komen intussen op kruissnelheid. Pieter-Jan de Smet geeft een stand van zaken. En in Parijs opent het parket een terreuronderzoek na een mesaanval vlakbij het vroegere kantoor van Charlie Hebdo. Steven de Krane is ter plaatse. Het is vrijdag 25 september. Hartelijk welkom. Het nieuws kwam onverwacht en viel binnen aan de onderhandelingstafel. Koen Geens, al jaren boegbeeld op het federale regeringsniveau en binnen CD&V, zal niet meer van de partij zijn in de nieuwe Vivaldi-coalitie. De beslissing moet verjonging en vervrouwelijking van de nieuwe ploeg mogelijk maken. Pieter-Jan de Smet, jij volgde ook vandaag de onderhandelingen, maar Koen Geens kreeg even alle aandacht. Ja, de Vivaldi-partijen en de Vivaldi-onderhandelaars komen aan tafel wel vaker voor een verrassing te staan. En vandaag stond hij op naam van Koen Geens. Het was voor Koen Geens wel duidelijk intussen dat het premierschap hem niet echt zou toekomen. En ja, hij heeft ook zelf dan de afweging gemaakt dat hij ruimte wou maken voor vernieuwing en verjonging. En dat komt voorzitter Joachim Koens ook niet helemaal slecht uit, omdat hij natuurlijk al met een Vlaamse regering zit waar met Hilde Krevits en Wouter Beke twee mensen zitten die al jaren in de cockpit zitten van de partij en dat die partij het electoraal toch echt niet goed heeft gedaan. En ja, dat zij dan alle twee die ministerpost hebben gekregen, ja, dat gaf niet echt de indruk van veel vernieuwing. Met de federale regering zal Joachim Koens nu meer mogelijkheden krijgen om echt volop op die vernieuwing in te zetten. En vandaar is het meegenomen, of het al dan niet volledig op eigen initiatief was van Koen Geens, dat hij nu die stap opzij zet. En ook wel binnen de andere Vivaldi-partijen. Bij de andere Vivaldi-partijen wordt Koen Geens wel beschouwd als een bijzonder intelligent man. Maar ja, was men er toch ook niet rouwig om dat er kan ingezet worden op nieuwere figuren om toch een nieuwe indruk te geven en minder mensen die geassocieerd zijn aan de oudere politieke cultuur. Welk imago laat Koen Geens achter in de wedstrijd? Wel, Koen Geens had eigenlijk van bij zijn aantreden al vrij snel de politiek goed in de vingers. Hij wist wel hoe het politieke spel werkte. Hij wordt gezien als iemand met toch wel wat een gladde persoonlijkheid, maar dus wel bijzonder intelligent. En iemand die je ook niet bij onderhandelingen zomaar aan de kant schuift. Dus ja, als hij nu wegvalt in die regering, zal dat wel een moeilijk punt zijn voor CD&V, omdat Koen Geens wel wist waar hij mee bezig was. Wat betreft justitie bijvoorbeeld heeft hij heel wat werven in gang gezet. Maar natuurlijk, we kunnen daar toch niet om de analyse heen dat justitie nog altijd bijzonder traag werkt. Hij zelf zal daarover zeggen dat hij niet over de budgetten beschikte waar hij altijd op heeft gehoopt. En zijn ook weer een van de punten dat hier zal aan bod komen bij de onderhandelingen voor dat Vivaldi-project. Een ander punt natuurlijk is ook dat het Arco-verhaal, ja, dat is ook nooit echt helemaal tot een goed einde gebracht. Maar laat ons toch ook nog even kijken naar de electorale waarde van Koen Geens. Want op zich heeft hij het niet zo slecht gedaan. En in een democratie is die electorale waarde toch belangrijk. Binnen Vlaams-Brabant, zijn kieskring, die federale, op het federale niveau, heeft hij enkel Theo Franke moeten laten voorgaan, die wel een aanzienlijk stuk beter scoorde. Maar goed, Koen Geens was daar de nummer twee. Dus hij heeft wel heel wat kiezers achter zich. En hij staat dus wel ergens voor. Het is zeker geen nobody binnen CD&V, in tegendeel. Dan de formatie. Wat is er vandaag nog gebeurd? Wel,
Laat ons zeggen dat er, hier passeren honden, dat er van allerlei thema's op de agenda zijn gekomen. Onder meer gezondheidszorg is het overgegaan, economie. En eigenlijk is dat vandaag wel redelijk rustig verlopen. De Vivaldi-partijen beseffen ook dat ja, als ze voortal vechtend over het straat blijven rollen, dat ze eigenlijk aan een collectieve zelfvernietigingsoperatie zouden beginnen. En dus het besef is daar bij die partijen ja, dat men toch wat eensgezinder moet werken. Ik wil daar toch wel bij zeggen, Kathleen, dat men over een aantal zaken wel consensus heeft, maar dat heel wat punten die beslist zijn nu naar een werkgroep budget gaan. En in die werkgroep budget zal blijken dat waar ze het nu allemaal over eens zijn, dat dat eigenlijk niet te betalen is. Dus dan gaat men echt moeten aan de handel beginnen. Wie geeft toe, voor wat gaan we echt? En zal daar een soort handel beginnen waarbij iedereen zijn prioriteiten zal moeten binnenhalen. Dus de moeilijke fase, die moet nog aanbreken. Het zou pijnlijk zijn mocht het ook op een dag als deze nog voor de echte finale al heel moeilijk gaan. Ook nog zeggen dat as we speak vanavond menu begonnen is aan het onderdeel over de staatshervorming. De contouren zijn daarover bekend. Hè. Er zal een debat komen onder leiding van twee vicepremiers. En het is de bedoeling dat zeker op gebied van gezondheidszorg dat daar toch ook erg naar de regio's zal toegewerkt worden. En dat algemeen qua organisatie van de staat, dat er meer een homogenisering moet komen van de bevoegdheden. Een gevoelig pakket daarbij is het herfederaliseringsprincipe, waarbij bepaalde bevoegdheden die vandaag bij de regio's gaan zitten, in het kader van een homogenisering terug naar het federale niveau zouden gaan. Dat is zeker voor CD&V een moeilijk punt. Het is wel zo dat hun congres een aantal jaren geleden hun achterban die mogelijkheid heeft gegeven om dat te onderzoeken. Maar een aantal kopstukken waar ook Hilde Krevits zien dat absoluut niet zitten. En ook binnen de rechtervleugel ligt dat gevoelig. En we weten al, zij zijn al niet echt tevreden met hoe het Vivaldi-project nu zich aan het controleren is. Dus ja, er liggen zeker nog moeilijke punten op tafel. Maar het zou onfair zijn om te zeggen dat er vandaag heel veel gekibbeld. Ik hoor uit verschillende hoeken dat men vandaag constructief heeft samengewerkt. Oké, Pieter-Jan, we gaan jou verlossen uit die herfststorm. Dank je wel voor deze stand van zaken. Goedenavond, Koen Geens. U hebt vandaag afscheid genomen van uw carrière als minister en vicepremier. Wat voor een dag was het? Was het een moeilijke dag, een melancholische? Gewoon een bijzondere? Het was een bijzondere dag. Het was behoorlijk stresserend, omdat ik niet wist dat het nieuws gelekt was. En bij het doornemen van de ochtendpers kreeg ik dat door, omdat er een paar hints waren. Mm-hmm. En toen er dan een journalist mij opbelde, had ik door dat het onvermijdelijk was om toe te geven. En dat doe je dan maar, ook al had ik gehoopt dat dit zou wachten tot na het congres van onze partij. Ja, en die lek is blijkbaar gebeurd aan de onderhandelingstafel door de voorzitter zelf. Journalisten hebben een brongeheim, ik heb er ook één. En dus wat journalisten mij zeggen is voor mij geheim. Maar de lek was in elk geval consistent van verschillende kanten. Oké. Goed, een belangrijke vraag, meneer de minister, is... Hebt u deze beslissing genomen of heeft voorzitter Koens die voor u genomen waarna u moest volgen? Wel, ik heb zitten denken hoe ik dat u ging uitleggen. Het is niet makkelijk. Ik zit al een hele tijd, en dat is begonnen deze zomer, de insiders weten dat, met de moeilijkheid om mij op te laden voor een nieuwe ploeg, om 1001 redenen die er nu verder niet toe doen. Maar bij een huwelijksaanzoek is het eigenlijk alleen maar later belangrijk wie het eerst gedaan heeft. Ik heb het aanzoek in elk geval eerst gedaan en gezegd dat ik het sterk zou verkiezen om niet meer in een volgende regering te moeten zetelen. En wat was de reden daarvoor? Was het op een of andere manier genoeg geweest dan? Wel, kijk, ik heb 8 jaar bijna achter de boeg. Ik heb als minister van Financiën de schulden- en de bankencrisis meegemaakt. Als minister van Justitie de migratie- en de terreurcrisis. En nu als vicepremier de coronacrisis. Dat waren telkens heel zware gebeurtenissen. Waar ik, denk ik, mij doorgeslagen heb met de moeite die er was en met de kracht die ik had.
Ik heb in Frankrijk 4 collega's van justitie gekend, in Nederland 5 op die tijd. Dat begrijp dus ik allemaal. Het is een zwaar vak. Dat begrijp ik allemaal. Het is zeker een zwaar vak. Maar natuurlijk, als u ziet gebeuren dat er voor u niet veel meer weggelegd is, dat u zelfs niet betrokken wordt bij de onderhandelingen, dan ligt het voor de hand dat u zegt, ik houd de eer aan mezelf. Wel, ook dat is dubbel. Hè. Ik weet niet wat daar het eerst is gebeurd. Mm-hmm. Maar u zegt niet nee op die vraag. Wel, nogmaals, u moet meneer Koens vragen of hij ook datzelfde aanzoek zou gedaan hebben dat ik hem zou gedaan hebben. Mm-hmm. Bij partners die jarenlang getrouwd zijn, is het antwoord meestal, ja, we waren dat met 2 van mening. Maar in elk geval, daar is niet echt over gesproken dan. Begrijp ik met wat u nu zegt. Nee, omdat mijn mening in onduidelijkheid. Omdat mijn mening duidelijk was en mijn beslissing vaststond voor ik wist wat de voorzitter zou denken. Dus dat doet er niet toe. Ik denk dat hij die beslissing betreurt, maar dat is hij die dat moet zeggen. Als hij dat doet, dan zal ik daar blij mee zijn. Als hij dat niet doet, ik wil in elk geval, en mag ik dat toch zeggen, ja, voor vernieuwing en vervrouwelijking plaatsmaken. Dat is het belangrijkste, want op een bepaald moment, wanneer je aanstonds 63 bent en een talentvolle provincie hebt zoals ik, dan stelt zich die vraag, na alles wat je gedaan hebt. Daar zet ik een stap voor. En daar zet ik met heel veel plezier, omdat, kijk, onlangs las ik Noël Slange, mevrouw Kools, een bekend deskundige op politiek vlak, die schreef, wie niet op tijd gaat, gaat te laat. En dat wil zeggen, zei hij, wie niet te vroeg gaat, gaat te laat. Okay. En dus een mooi afscheid, daar heb ik altijd van gedroomd. Maar ik blijf in de Kamer en ik zal daar keihard blijven werken. Okay, we praten zo meteen verder, meneer Geens. Laten we terugkijken op uw voorbije jaren als minister. Vaak ook, u verwees er al naar, een woelige periode voor samenleving en politiek. Stijn Valk vat de voorbije 8 jaar samen. Ik heb Koen altijd leren waarderen als iemand van een bijzondere, bijzondere competentie, een grote, grote karaktersterkte ook. Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat je dat excellent zult doen. Professor Koen Geens neemt in 2013 het cijferdepartement Financiën over van Steven van Akkeren. Die vertrok na een fel bekritiseerde deal tussen Arco en Belfius. Dat was toen, onder die Roepo 1, dus nog CD&V's grootste bezorgdheid. U stapt in een harde stiel. Hoe kijkt u daar tegenaan? Met gemengde gevoelens, maar met een zeker enthousiasme. Ja, u spreekt zeer to the point, meneer de minister. U moet misschien nog iets meer als een minister gaan praten, mag ik dat zeggen? Ik zal mijn best doen, mevrouw. Als u mij dat wil leren, wil ik dat graag doen. Onervaren is geenszins. Als ex-kabinetchef van Chris Peters kent hij het politieke klappen van de zweep. Beredeneerd en sluw, allemaal onder een laagje nederigheid en bescheidenheid. Men heeft mij daar straks gevraagd, zijt gij een dépanneur? En het antwoord is toevallig ja, maar ik ben eigenlijk bijzonder onhandig. Maar ik zal proberen te helpen op dit ogenblik, zo goed als ik dat enigszins kan. Vergis u niet, de onhandige dépanneur barst van ambitie. Vanaf 2014 als minister van Justitie in de regering Michel. Alles wat nog ruikt naar Napoleon moet eraan geloven. Justitie heeft het imago van een bouwvallige werf. Zoals bij elk oud gebouw, eens het klaar is, zegt iedereen hoe mooi het is, maar het vraagt zijn tijd. En onze neuzen staan in dezelfde richting. Als u dat wil zien met de camera. Geens geeft gas. Talloze potpourriwetten, erfrecht, vennootschapsrecht en verschillende andere rechtstakken krijgen een update. Antiterreurmaatregelen, de kansspelwetgeving, alles kan beter, alles moet beter. Het proces van de bende van Nijvel, binnen de 3 jaar. En voor de gevangenissen moest en zou de minimumbezetting er komen. Toen de cipiers dat hoorden, besloten ze het interieur van zijn kabinet een facelift te geven. Wij moeten naar de moderniteit in alle mogelijke opzichten. Ik zal mij dikwijls vergissen, daar twijfel ik niet aan. Maar ik luister en waar ik kan bijsturen, zal ik dat doen. Maar het is duidelijk dat ik niet het onmogelijke kan doen. Assize afschaffen, dat was een brug te ver. En ook de digitalisering van justitie zit nog in de vorige eeuw. Ondanks minstens evenveel werken blijkt minister Geens dan toch geen Hercules. En ook de eigen partij wat schwung geven blijft een onmogelijke opgave.
In het formatiefeuilleton klinkt CD&V zich nadrukkelijk vast aan N-VA. Geens is ongewoon boos wanneer Magnet een paarsgele coalitie voor de zoveelste keer het nekschot geeft en daarmee CD&V voor het blok zet. Wij hebben ook opvattingen. Wij zijn niet de dweil van de wedstrijd. Een zinnetje dat toen bij Van Grieken is blijven hangen. Misschien was er wel een manier om het CD&V en Geens wat makkelijker te maken om toch de sprong te wagen voor een regering met Vlaamse minderheid. Houdt u er rekening mee dat u premier van België wordt? Ik hou met niets rekening dan met het feit dat morgen vroeg de zon weer opgaat. Zou u het graag doen? Nu gaat die deur niet open. U zou het blijkbaar heel graag doen, hoor ik zeggen. Ik hoop dat u een heel mooie dag hebt. Ja, meneer Geens, geen antwoord kwam daarop. Op dat laatste, wie u kent, zegt dat u een zeer veel eisende en ambitieuze man bent. En dan gaat tot twee keer toe het premierschap aan u voorbij. Hoe voelt dat? Wel, dat men zegt dat ik zeer ambitieus ben, dat is juist. Maar dat ik absoluut de top wil bereiken, dat is niet juist. En dus, ik laat die bewering voor rekening van anderen. Ik heb geprobeerd de voorbije 8 jaar te doen wat men mij vroeg. En dat waren niet altijd de meest evidente dingen. Er zouden niet veel mensen in mijn plaats die sprong gemaakt hebben van waar ik was naar financiën. Dan ben ik van financiën naar het moeilijkste van alle departementen gegaan, justitie. Dus men zegt van mij wat men wil. Ik weet wat ik wil. Ja, ja, want wat er wordt gezegd dat is, dat horen we ook. Het ging om dat premierschap, het was dat of niets. Oei. Nu moet ik even mijn glas neerzetten. Dat is niet juist. Ik ben met mijn voorzitter en met de top van mijn partij beginnen spreken hierover rond 20 augustus. Dat was lang voordat de kwestie van het premierschap beslecht was. Of dat het daarover ging. En wie mij kent, weet wel beter. Mm-hmm. Momenteel is de kans zeer groot dat het naar Alexander De Croo gaat. Daarvan is ook geweten dat het moeilijk ligt binnen CD&V, omdat uiteindelijk het electorale gewicht van Open VLD niet veel verschilt dan dat van uw partij. Wel, wij hebben wat meer stemmen in de Kamer, dat klopt. Mm-hmm. En ook ligt het moeilijk? Wel, ik denk dat onze partij het daar niet gemakkelijk mee heeft. Maar om daar uitspraken over te doen, dat is voor de voorzitter om dat te doen. Hij zit aan de tafel. En ik wil daar absoluut niet op ingaan. Alexander De Croo is een goede collega. Mm-hmm. Maar goed, het zijn vragen voor uw voorzitter dan. Het is duidelijk wel een moeilijk punt. We zagen het ook in de reportage. Als minister, als vicepremier, hebt u ongetwijfeld heel hard gewerkt. Maar u hebt heel veel niet kunnen verwezenlijken van waar u in geloofde. Dat moet moeilijk zijn. Wel, nee, dat is niet moeilijk. Wat wel zo is, is dat dus men altijd... Dus u geeft toe dat het zo is? Als dat de bedoeling was, mevrouw Kools, ja, ik geef toe dat ik niet alles verwezenlijkt heb. Er liggen nog 3 wetboeken in de Kamercommissie van Justitie op dit ogenblik te wachten op behandeling. De digitalisering van justitie staat ontzettend veel verder dan men wil toegeven, maar het is een gemeen plaats om te zeggen dat die niet ver staat. Maar het is zo in de politiek dat men altijd meer de nadruk legt op wat niet gebeurd is dan op wat wel gebeurd is. Men neemt namelijk, en dat is niet erg, mevrouw Kools, men neemt namelijk geen kennis van wat wel gebeurd is in de regel. Er is ontzettend veel gebeurd. We hebben heel het burgerlijk recht vernieuwd, een heel het ondernemingsrecht en een heel stuk van het strafrecht. Mm-hmm. We hebben de terreurcrisis. Als ik dat toch mag zeggen, als men mij zou vragen, wat is, wat u misschien niet gaat doen, hetgene dat u het meeste apprecieert in wat u zelf gedaan hebt. Wij hebben de noodtoestand vermeden in dit land en we hebben de mensenrechten bewaard gedurende de terreurcrisis. Dat vind ik een van mijn belangrijkste verwezenlijkingen. Ja, ik begrijp het dat dit zeer belangrijk is voor u. U hebt er ook zeer uitgebreid over gepraat in de afspraak waar u duidelijk maakte dat u dat een zeer geslaagd ministerschap vindt. Als ik het heb over dingen die niet gerealiseerd zijn, waar u in geloofde, zijn er best nog een heel aantal andere heikele punten. U hebt N-VA en PS niet samengekregen. Het ging over het fragment van de dweil van de wedstraat. Er is geen sprake van een Vlaamse meerderheid. U wou geen Vivaldi en het komt er wel.
Ja, laat ons eerst iets zeggen over N-VA en PS. Het ligt zeker niet aan onze partij dat die niet zijn samengekomen. Dat is de verantwoordelijkheid van anderen geweest, waarvan wij dachten dat ze die wel van anderen, waarvan wij dachten dat ze die wel wilden doen samenkomen. Dus we zijn er heel dichtbij geweest. Dat is helemaal fout gelopen met de PS toen? Destijds, maar niet in de zomervakantie. Hè. Deze zomervakantie was het duidelijk dat zowel N-VA als PS wilden. Waarom heb ik dat gewild, mevrouw Kools, en niet alleen ik? Omdat dat toekomst gaf aan ons land. Omdat dat ons land toeliet om opnieuw de staat grondig te vernieuwen tussen die vleugels van het land, de nationalistische Vlamingen, samen met CD&V, VLD en SPA, en de linkse socialisten van Wallonië, samen met Ecolo eventueel, en MR, om tot een nieuw staatspact te komen. We hebben dat heel dringend nodig, want dit land wordt op dit ogenblik door slechte structuren beheerst. Goed, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, waar we op deze manier naartoe moeten. In elk geval, met dit hele Vivaldi-project dat nu in de stijgers staat, ja, lijkt het mij zeer moeilijk geweest te zijn om in deze regering te stappen. Dat was eigenlijk onmogelijk toch voor u, na alles wat u daarover verklaard hebt. Die appreciatie laat ik aan u in elk geval. Het is een vraag. Ik laat die appreciatie aan u. In elk geval ben ik iemand die gewoonlijk probeert te doen wat hij zegt. En ik vind wel, en daar ben ik van overtuigd, en dat ben ik voluit de mening toegedaan dat we dat moeten doen, dat we in de Vivaldi-coalitie moeten stappen, omdat dit voor de partijen, voor het land, nu de beste oplossing is. Maar dat ik daar niet als vicepremier het beste uithangbord van zou zijn. Als u dat zou zeggen, daar kan ik mee leven, want dat heb ik tegen mijn eigen voorzitter gezegd. Omdat u er eigenlijk fundamenteel nog altijd niet in gelooft. Nee, omdat ik niet het juiste profiel heb voor die functie. Ja. In de regering Di Rupo bijvoorbeeld hadden wij een rechtse vicepremier nodig. In de regering Vivaldi of Avanti, die er nu aankomt, hebben we dat opnieuw nodig. Omdat we ons op die vleugel het meest zullen moeten verweren in het parlement. En daarom sprak ik u daarnet van de noodtoestand en de mensenrechten en de migratie. Daarvoor heb ik niet het beste profiel. Dat heb ik aan mijn voorzitter gezegd. Oké. Goed, we moeten het nog hebben over CD&V zelf. Want terwijl de achterban van de andere Vivaldi-partners zich voorlopig hult in stilzwijgen, lijkt CD&V erg verdeeld over het toekomstige project. Dat blijkt uit interne discussies, maar heel wat burgemeesters laten zich nu ook luidop horen. Bram van de Putten. Ik ben Bart Ogier, burgemeester van Lidegem sedert 2007. Sedert 2014 ook lid van het Vlaams parlement. En ik ben tegen het verhaal van de Vivaldi-coalitie. Ik ben Jan Vermeulen, burgemeester van de stad Deinzen sinds 1 januari 2012. En ik ben pro-Vivaldi. Twee CD&V-burgemeesters met elk een eigen mening over een mogelijke coalitie met de paars-groene partijen. En daar hebben ze zo hun redenen voor. Ik vergelijk het heel graag met Wout van Aert. Wij moeten meedoen aan die wedstrijd vanuit een dienende rol. Heel veel kopwerk gaan we moeten doen, vooral als het bergop gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook af en toe een aantal mooie ritten zullen winnen. Het is nog niet begonnen, de Vivaldi-regering is nog niet gelanceerd en men is nu reeds aan het kibbelen. Dus het mensbeeld, dus de filosofie van het paars-groene verhaal ligt dermate ver van hoe dat wij de maatschappij georganiseerd zien dat dit eigenlijk geen goede match kan zijn. En ook veel andere CD&V-burgemeesters delen dat gevoel, blijkt uit gelekte WhatsApp-berichten. Magnet en De Croo aan zet. Benieuwd of we herkenbaar zullen zijn. CD&V is geen schip meer, maar een bootje dat onder de golven dreigt meegesleurd te worden. Dit is het einde van de Christendemocratische Volkspartij in Vlaanderen. Ik vrees inderdaad dat 2024 een fataal jaar wordt. Ik ben ervan overtuigd, er is een stil, zwijgende meerderheid die zich niet roert op die WhatsApp-groepen, die absoluut mee zal gaan in de weg die Joachim Koens heeft uitgekozen. Het is zeker een meerderheid die absoluut geen voorstander is van dat verhaal. En zij die dan een klein beetje affectie hebben met dat verhaal, stellen dan voorwaarden. In eerste instantie zegt men, wij moeten de premier hebben in zo'n verhaal. Nu, wij zullen de premier niet hebben. Dan zegt men, we moeten inhoudelijke punten hebben die belangrijk zijn. Zullen we die hebben? Dat zal natuurlijk de vraag zijn. Nu hebben we een historische kans om dat discours in Vlaanderen te keren. En dat discours zit niet goed. Het gaat te veel naar rechts.
ook de taal die gebruikt wordt, zelfs in de politiek, maar ook meer en meer in de maatschappij. We merken dat ook op sociale media. Je zegt aan het verruwen en we moeten dat keren. Ik denk dat de herbronning beter zit in de rechtlijnigheid en in het volgen van wat men oorspronkelijk heeft gezegd, namelijk het pleiten en het vasthouden aan die meerderheid langs Vlaamse zijde. Als dat niet kan, dan denk ik is er zeer veel ruimte in de oppositie om een degelijke oppositie te voeren voor een partij die niet separatistisch is en die niet racistisch is. Heel veel mensen, kiezers van het centrum, zijn vandaag zoekende partij naar een goed alternatief. Een oppositiekuur voor het ene kamp, een vernieuwingsoperatie binnen de regering voor het andere kamp. De verdeeldheid binnen CD&V is reëel. Kan een partij zoiets wel overleven? Ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen beseffen dat onze partij op een kantelpunt zit. Dat we de kans die we nu hebben, dat we die moeten grijpen. Dat we moeten aantonen dat we zowel federaal kunnen besturen in de Vivaldi-regering als Vlaams toch een loyale coalitiepartner zijn in die Vlaamse regering. Het regeerakkoord en het Vlaamse niveau is met partijen die elkaar kenden heel snel gemaakt op een periode van 6 weken. Hier zal men in 2 weken partijen die zo ver van elkaar liggen een regeerakkoord samen knutselen. Ik denk dat dat een heel direct aanleiding zal geven tot moeilijkheden binnen die regering. Eindigt CD&V in 2024 bont en blauw na Vivaldi? Oh nee, ik denk dat de CD&V op het einde van de rit zal pronken, samen met heel die ploeg, met alle mooie truien die er in de Ronde van Frankrijk te verdedigen zijn en te winnen zijn. Ik denk dat ik samen met heel veel mensen in de partij, die de partij een warm hart toedragen en dat zullen blijven doen, dat wij eigenlijk inderdaad bevreesd zijn dat dit een verhaal is die niet goed afloopt voor CD&V. Ja, meneer de minister, twee stemmen van vele erg verdeelde partijen. Hoe ziet u het? Want we eindigen hier met de woorden, ja, dit kan, zo klein we al zijn, de weg die we opgaan, fataal aflopen. Wel, eerst en vooral, en dat is de reden van mijn beweging, we moeten met een nieuwe krachtige ploeg aantreden, die in 2024 een schitterend resultaat kan neerzetten door de posten die wij in die regering waarmaken. Twee, wij moeten met een inhoud vertrekken, ja, die waarborgen geeft aan de partij op ethische kwesties en op communautaire kwesties. En drie, het programma moet inhoudelijk beantwoorden aan wat de christendemocratie verlangt op het stuk van werk, gezondheid, fiscaliteit. Mm-hmm. Dat zijn drie eisen die moeten voldaan zijn. U moet goed weten, toen wij in de regering De Hane 1 stapten, dat is een eeuw geleden, maar dat was begin van 1992, was de partij even verdeeld. Dat is de beste regering geweest. Het werd uiteindelijk de regering De Hane van Rompuy, die we ooit gehad hebben. Maar de omstandigheden waren heel anders. Het klinkt allemaal zeer valabel wat u nu vertelt, maar we hoorden het ook een van de burgemeesters nu zeggen. CD&V stapt nu in een ploeg waar enorme verschillen moeten samengebracht worden, een aaneenschakeling van incidenten tot nu toe. En daar moet je dat dan gaan verwezenlijken. Ja, maar dat is de uitdaging van de moderne politiek. Als u in Nederland gaat kijken, ziet u een even grote versplintering. En bij ons is die maal 2 door de communautaire toestand. Dus je moet met de eieren die je hebt, de omelet bakken die je kan maken. Ja, maar dat betekent bijvoorbeeld, als we kijken naar uw partij, dat uw voorzitter deze week bijvoorbeeld moest vaststellen dat hij gewoon nog niet werd ingelicht over de co-formateurs die werden voorgedragen. Met andere woorden, vijfde wiel, zevende wiel aan de wagen en het is nog eens niet opgestart. Ik was daar niet bij betrokken, dus u zegt dat. In elk geval herinner ik mij heel veel regeringsvorming, mevrouw Kools, want ik volg de politiek intensief sedert 1974. Mijn boden en mijn chauffeur zijn bij Leo Tindemans begonnen in 1974. Mm-hmm. Het is nooit anders geweest. Het is altijd verschrikkelijk moeilijk geweest, een regeringsvorming. Ja, wie zich maar de nu bent u een heel kleine partij geworden. Wie zich de junta van de partijvoorzitters herinnert in de jaren 70, op het einde van de jaren 70 bij het Egmondpact, die weet hoe moeilijk het toen was. Het zal in België altijd moeilijk blijven. En degenen die aan de kar trekken, die moeten we voluit steunen. Ja. En dat is maar waar de omstandigheden voor uw partij zijn heel anders op dit moment. Ja, maar onze toen was u een brede volkspartij. Ja,
Mag ik u er toch aan herinneren dat wij in 1999 na de dioxine naar goed 20% gezakt zijn en dat die flutterben ons terug naar meer dan 30% heeft geleid? Ja. Dus ziet u dat nu gebeuren? Laat ik de vraag heel concreet stellen. U zegt zelf, ik maak plaats voor nieuwer, voor jonger, vrouwelijk. Ziet u dat nu gebeuren, dat u zegt, we komen er opnieuw door met de huidige voorzitter, met andere woorden... Is hij vernieuwing genoeg? Wel, kijk, in... Daar 2000... zou u nu toch eerlijk op moeten antwoorden. In 2003, ik ga eerlijk antwoorden, in 2003, nadat Stéphane de Klerk 4 jaar had gevochten, heeft Yves Leterme de fakkel overgenomen en we zijn erin geslaagd om die vernieuwing door die twee mannen samen te brengen. Ja. Joachim Koens is een sterke man, is ook een schakel. Maar van de 7 voorzitters die kandidaat waren, de 7 kandidaatvoorzitters, weet ik er van 4 minstens, dat ze fanatiek achter Joachim Koens en de coalitie staan. Maar dat is geen antwoord op de vraag. Toch wel, want zij... Is hij fit voor de job? Tuurlijk is hij fit voor de job. Maar men moet hem een beetje kans en tijd geven. En men moet hem ook de ruimte geven. En daar, denk ik, kan een minder jongen als ik... alleen proberen om toekomst toe te laten en te coachen. En te zeggen, ik ga zo goed mogelijk helpen om dit toe te laten. Maar wij moeten nu absoluut, zoals Herma Van Rompuy destijds zei... nu hebben we Yves Leterme nodig. Dat is een debater, die kan Verhofstadt aan. Wel, hij kon dat. Ja? En dus we zullen de volgende 4 jaar met de voorzitter... en met alle kandidaatvoorzitters die zich rond hem scharen... en die in de ploeg zullen stappen, zo hoop ik... zullen we toekomst moeten maken voor CD&V. Mm-hmm. En moeten die nieuwe figuren ook gevonden worden, zegt u? Maar die figuren bestaan, want anders hadden we niet zoveel kandidaatvoorzitters gehad. Je moet ze alleen willen zien. Oké. Nog een laatste element om terug te blikken ook op die voorbije jaren en op de huidige periode waarvan u zegt in de politiek, die is wat ze is. We hoorden ook burgemeester Doshi zeggen, ja, de taal die tegenwoordig wordt gehanteerd, dat moeten we veranderen. Als we het over taal hebben, Bart Wever zei onlangs, ja, heel die Vivaldi-coalitie, we zullen ze kapot maken. Dit wordt een heel moeilijke periode. Och, ik heb... op de tribune van de Kamer, Kop van Einde, nog horen spreken. De voorzitter van de Socialistische Partij en de hoofdredacteur van de Volksgazet. Ik heb de eerbiedwaardige en heel goede vriend van mij, Louis Tobak, Wilfried Martens nog horen vergelijken met een heel verfoeilijke Romeinse keizer. Ik heb Matteau nog weten in begrotingsstaking gaan, zodat Robert van de Putten, minister van Financiën, razend was. Mm-hmm. U mag goed weten, mevrouw Kools, het is nooit netjes geweest. Alleen door de accentuering daarvan, door de nieuwe media, komt dat veel harder binnen dan het vroeger was. Maar de politiek is nooit een spel voor mietjes geweest. Als men de debatten tussen Churchill en Chamberlain zou gezien hebben, net voor Wereldoorlog II, men zou dingen gezien hebben waarvan men vandaag zou zeggen, ging dat er toen al zo aan toe. Ja. Oké, dus toch een mooie terugblik op de voorbije jaren. Mevrouw Kools, ik heb dit... doodgraag gedaan. Dit is de mooiste periode uit mijn professionele carrière geweest. En degenen die dat mogelijk hebben gemaakt, en ik denk aan Wouter, Chris Peters, Stéphane de Klerk, Marianne Thijssen, die ben ik immens dankbaar, want zonder dit zou ik niet zo gelukkig oud geworden zijn. Oké. Okay. Koen Geens, dank je wel voor dit gesprek. Maar de la République. De rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme et d'affirmer à la nation notre pleine mobilisation. De Franse premier Castex reageert op de mesaanval in Parijs, in de buurt van het vroegere kantoor waar de terreuraanslag op de redactie van Charlie Hebdo plaatsvond in 2015. En in Parijs is Steven de Krane. Goedenavond, Steven. Wat weten we op dit moment over daders en slachtoffers?
Wel, Katelijn, eerst over de slachtoffers. Die zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Het gaat om medewerkers van een productiehuis dat zich op dezelfde verdieping bevindt waar de oude lokalen van Charlie Hebdo zich 5 jaar bevonden ten tijde van de aanslag. Over de daders, daar is het onderzoek nog volop bezig. Wat we nu weten is dat een man van 18 jaar is opgepakt. De politie beschouwt hem als dader. Hij zou ook al gedeeltelijk bekentenissen afgelegd hebben. 18 jaar, geboren in Islamabad, Pakistan, maar sinds 3 jaar in Frankrijk wonend, legaal. Hij zou vorige maand nog veroordeeld zijn voor verboden wapenbezit als jongere, maar was niet in de gevangenis, stond niet bekend bij de inlichtingendiensten, was niet geradicaliseerd volgens die inlichtingendiensten. Dat gaat dus over de dader zelf, de man van 18 die opgepakt is. En dan is er nog een tweede verdachte, iemand van 33 jaar, die later op de middag is opgepakt door de politie. En de politie onderzoekt wat zijn banden mogelijk zijn met de dader, omdat er beelden, videobeelden zijn van in de metro waar die man van 33 jaar praat met de dader. En het laatste nieuws dat nu net, denk ik, zo'n 10 minuten geleden is binnengekomen via een bron dicht bij het onderzoek, is dat er nog 5 andere mensen zijn opgepakt voor een verhoor. Dus er zijn nu waarschijnlijk huiszoekingen aan de gang in verschillende buurten in voorsteden van Parijs. En er zijn 5 extra mensen opgepakt. Dus het onderzoek is nog volop bezig. Mm-hmm. De locatie, Steven, die is ook niet toevallig gekozen. Nee, ik sta hier, Kathleen, in het 11e arrondissement van Parijs. Dat is de buurt tussen Place de la République en Place de la Bastille. Dus een heel bekende buurt op 600 meter van de Bataclan, waar er ook al aanslagen waren in 2015. En de straat achter mij op zo'n 100 meter rechts, ja, dat is dan die befaamde rue Nicolas Appert. Dat is de straat waar dus de redactielokalen van Charlie Hebdo, het satirische weekblad, waren zo'n 5 jaar geleden toen de aanslag plaatsvond. En de dader is iets verder aan Place de la Bastille opgepakt. Wat is nu ook opvallend, wel de 2 journalisten, de 2 medewerkers van het productiehuis die zwaar gewond zijn geraakt bij deze mesaanval vanmiddag. Wel, dat zijn mensen die behoren tot het productiehuis Premier Ligne. Die waren hier ook al 5 jaar geleden, dat productiehuis. En het waren net die mensen die de eerste beelden gemaakt hebben van de 2 terroristen Kouachi toen die hun aanval begonnen op de redactielokalen van Charlie Hebdo. Ze hebben dat dus toen gefilmd. Ze zijn ook een van de eerste geweest op die redactie om hulp te verlenen bij al die slachtoffers 5 jaar geleden. En heel veel van die medewerkers, toch zo'n 4, hebben net voor aanvang van de proces Charlie Hebdo begin september getuigenissen afgelegd hier aan verschillende Franse media, ook aan onze collega's van RTBF, waarin ze nog eens vertelden wat er allemaal gebeurd zijn. Dus ja, die mensen zijn met naam en toenaam en ook met hun gezicht in de media verschenen. En nu is de vraag van het Franse gerecht, ja, was die dader, die 18-jarige jonge man, heeft hij die beelden gezien? Heeft hij dit voorbereid? Is hij hier al een keer op voorhand gekomen om te zien wanneer die 2 personen of andere medewerkers van het productiehuis bijvoorbeeld hun pauze namen? Dus dat maakt nu allemaal deel uit van dat onderzoek. Mm-hmm. Nu, de redactie van Charlie Hebdo kreeg ook al langer opnieuw bedreigingen. Ja, het is zo dat sinds het begin van het proces Charlie, over Charlie Hebdo, de aanslagen in januari 2015. Dat proces is begonnen 2 september, dus enkele weken geleden hier in Parijs. En ja, bij aanvang van het proces geeft het satirische weekblad Charlie Hebdo die bewuste tekeningen van de profeet Mohammed opnieuw afgedrukt. En dat leidde opnieuw tot felle protesten in sommige islamitische landen, zoals bijvoorbeeld in Pakistan. Er zijn opnieuw dreigementen gekomen van Al-Qaeda. Dat is allemaal verlopen natuurlijk via internet, Twitter. Maar het is ook zo dat medewerkers van Charlie Hebdo verteld hebben dat ze sinds het begin van het proces een verdubbeling zien van het aantal bedreigingen. En die bedreigingen komen ook per telefoon binnen op de redactie. Ook de mensen die voor het weekblad nog altijd werken, worden ook bedreigd op Facebook. Ze krijgen ook mails, haatmails, doodsbedreigingen. Dus je kan zeggen dat die bedreigingen echt wel heel serieus zijn. Want een vrouw die werkt voor Charlie Hebdo, die hoofd is van de personeelszaak, is vorige week door de politie uit haar huis gehaald. Omdat de politie zegt, ja, we hebben zeer concrete aanwijzingen dat die bedreigingen echt wel levensgevaarlijk zijn. En we kunnen je niet meer beschermen hier in je eigen thuis. Dus we moeten je herlokaliseren. Dus dat maakt toch dat die aanval niet volledig uit de lucht komt gevallen en iedereen ook wel bang is dat er misschien nog meer zou kunnen komen. Oké, dankjewel voor deze stand van zaken, Steven de Crane vanuit Parijs. En daarmee hebt u heel ter zake gehad, maar de afspraak op vrijdag komt er natuurlijk nog aan. Geniet toch van het stormachtige weekend en tot maandag.